In de Super League competitie van het vrouwenvoetbal stonden op speeldag 6 een absolute topper op de affiche met KRC Genk Ladies versus RSCA. Met andere woorden, de nummer 2 was de gastheer voor de leider en titelfavoriet Anderlecht. De bezoekers stonden voor aanvang 3 punten voor de thuisploeg en wilden absoluut op speeldag 6 een 6-punten-kloof slaan. Heel veel volk was er afgezakt naar het sport in Genkpark om deze topper bij te wonen. Een gesloten aanvang van de wedstrijd tot wanneer Sarah Wijnans in minuut 20 haar registers opentrekt, alles en iedereen in de wind zet en zo komt Paarswit op 0-1. Deze score is dan ook meteen de ruststand en voor de bezoekers een gevaarlijke tussenstand. Want in de tweede helft zien we een betere thuisploeg en het is uiteindelijk de ingevallen Merkelbach die een voorzet van Annelies Mente weet binnen te werken. We gaan naar een beklijvend slot van de wedstrijd. Het staat 1-1. Genk heeft de leidersplaats nu geroken en wanneer goalie Fernandes een bal niet kan klemmen, staat Fien Steijers op de juiste plaats en knalt de 2-1 binnen. Zo wint Genk van de titelfavoriet en komt het nu mee aan de leiding van de Super League en ziet RSCA AA Gent tot op 3 punten naderen. Oh,